De Partie du Travail de Belgique heeft 2 Kamerleden en is maar een paar procent groot, maar ze beheerst wel de debatten. Vooral in Wallonië, maar ook in Vlaanderen gaat de PTB-PVDA over de tongen. Een unitaire communistische partij die mee het maatschappelijk debat bepaalt. Met welk doel en vanuit welke visie vroegen wij ons af? Ik denk, in politiek moet je echt voor je ideeën gaan. Ik denk vandaag, als iedereen, alle politici het hebben over winst maken voor de bedrijven, alleen maar winst maken, productiviteit enzovoort, dan denk ik, nee, ik zeg, er zijn veel bedrijven in België die veel winst maken en die 0 euro belastingen betalen. Dat gaat toch niet? Raoul Hedebouw, Luikenaar met de Vlaamse ouders. Stemmenkanon voor de Partie du Travail de Belgique, welsprekend en zelfzeker. Wat is het grootste verschil tussen uw partij en de PS? Ja, ik denk dat de PS heeft gewoon meegeregeerd. De PS heeft gewoon meegestemd met privatisering van openbare diensten. Heeft meegestemd voor de jacht op werklozen. Ik denk, ja, een linkse partij moet dat niet doen. Een linkse partij moet hoop geven aan de mensen van dat we iets kunnen veranderen. Politicoloog Pierre Verkouteren ziet waarom de PTB zo goed scoort. Er is het enorme potentieel van Hedebouw. Er is een internationale trend naar linkse protestpartijen. Maar vooral het linkse imago van de PS dat afkalft. Le fait que le Parti Socialiste soit amené à participer aux différentes coalitions gouvernementales fédérales au cours de ces 10, 20, 30 dernières années l'a amené à devoir chercher des compromis, tantôt avec les libéraux, tantôt avec les chrétiens démocrates, démocrates humanistes. Tout cela a fait que le côté très à gauche des gouvernements était parfois très érodé. Ouais, vive le PTP ici. Hein? Merci. On a besoin d'une voix. Hein? Voilà, on lâche rien, on lâche rien. Le peuple doit reprendre le pouvoir. Merci. Il ne faut pas vous laisser faire. Merci beaucoup. C'est un bon parti, mais il faut continuer. Wie Hedebouw door Luik volgt, voelt de populariteit van de partij en de boosheid van de linkse kiezer. Je suis plus que sympathisante, je suis hooligan du PTB. Fan. Parce que j'ai adhéré un temps au Parti Socialiste, mais à l'époque de Laurette Onkelinx. Et elle agit par opposition aux enseignants comme une carriériste et comme une libérale. C'est ça qui m'a fait rejoindre le PTB, qui mène les vrais combats. Je dis qu'on en a marre du Parti Socialiste avec ses idées de droite. Voilà, on veut vraiment un parti de gauche qui est là pour le peuple et pour les ouvriers. De groei is hier enorm. In het lokale hoofdkwartier worden welkomstbrieven samengesteld voor nieuwe leden. En dat zijn er zeer veel. 105 nieuwe leden alleen maar in het Luikse de laatste week. Dus dat is enorm. Dat is echt enorm voor ons. Ja. Ik zeg, dat hebben we nog nooit meegemaakt. Zoveel mensen die lid worden. Maar is die PTB dan geen losgeslagen projectiel? Een radicale partij met een schimmige communistische agenda en sympathie voor een duister, donkerrood verleden. Stalin bijvoorbeeld. Er is helemaal niks meer mee te maken bij de PvdA. Nee, dat heb ik Noord-Korea? Nog minder mee te maken. Nee, dat heb ik al 20 keer gezegd. Cuba? Het is echt belangrijk voor ons. Wij hebben die recepten niet voor het moment. En dat is echt belangrijk voor ons. Wij willen zeker niet gaan toepassen wat in andere landen gebeurt in naam van het communisme of zo. Dat willen wij niet doen. Ik heb dat ook al 20 keer gezegd. Ik vind het belangrijk om te herzeggen natuurlijk. Wij zijn een democratische partij die in België vecht om een democratische samenleving uit te bouwen in België. Ce PTB n'entend pas revenir à un marxisme-léninisme tel que celui qui a permis de fonder l'Union soviétique. Le PTB se situe dans une logique clairement démocratique, mais sur l'échiquier politique gauche-droite, il est plus à gauche, plus radicalement à gauche que le Parti socialiste. Sommigen zien in de huidige stakingen een teken van de sterkere invloed van de PTB op de vakbonden. Maar volgens Jeff Maas, gewezen federaal secretaris van het ABVV, klopt daar niets van. Er is geen enkele politieke partij die stakingen kan sturen. Dat is van alle tijden. Als dat sociaal protest is en dat sociaal protest is hevig, dan begint men te raaskallen over communisten die die strijd geïnfiltreerd hebben. Dat is heel de sociale geschiedenis zo geweest. Men doet dat om de publieke opinie op te zetten tegen die stakers. Maar zij kunnen dat niet. Ik denk dat dat niet het geval is, alleen moet een beetje serieus zijn. De stakingen zijn met de cipiers begonnen bijvoorbeeld in Andenne en in Dinant. Dat zijn 2 regionalen waar de Partij van de Arbeid gewoon niet bestaat. Gewoon. Dus die radicaliteit dat men vindt vandaag binnen de bevolking in Wallonië heeft niks te maken met de PvdA of de PTB. Wij zijn waarmee dan wel? Ja, ik denk dat het vooral te maken heeft met het feit dat de mensen hier het beu zijn, dat er alleen 1 partij in de federale regering is die nog geen 20% meer heeft in de peilingen.
Maar in de strijd tegen de stakingen gaan er stemmen op om in navolging van Vlaams Belang een cordon sanitair rond de PTB aan te leggen. Dus je ziet wat wij als democratische partij binnenbrengen in het parlement. Je kunt akkoord of niet zijn met de PvdA, met de vragen dat we afkomen, met zo'n dynamiek enzovoort. En nu bepaalde rechtse partijen afkomen met cordon sanitair. Het toont toch aan dat ze met de peut zitten voor het moment om te zeggen van wat is hier aan de gang? Hier is een democratische beweging aan de gang. Wat kunnen we daarmee doen? Ik vind dat heel klein en ik hoop echt wel dat die rechtse partijen een beetje besef hebben dat democratie dat is ook toegang geven aan iedereen om het debat mee te doen, zelfs als je niet akkoord bent met andere partijen.